Welkom bij het Hagia Juliana Geboortecentrum. In deze film vertellen je graag meer over bevallen door middel van een geplande keizersnede. Als je bevalling onverwachts in een keizersnede eindigt, zal niet alles van toepassing zijn. De keizersnede vindt meestal plaats na een termijn van 39 weken. Een maand voor de geplande datum word je gebeld of kom je langs voor de intake. Ook vindt er een telefonische afspraak plaats met de afdeling anesthesiologie. Hierin worden de mogelijkheden van de ruggenprik besproken. De dag voor de operatie heb je een afspraak bij ons op de afdeling verloskunde. Je wordt naar een kraamsuite op de afdeling gebracht. Dit is ook de kamer waar je na de keizersnede verblijft. Op de kraamsuite voert de verpleegkundige de controles uit en wordt er bloed geprikt. Ook neemt de verpleegkundige een vragenlijst af. Tot slot loopt de arts of verloskundige nog langs om eventuele vragen te beantwoorden. In de meeste gevallen mag je daarna weer naar huis om thuis te slapen en wordt er afgesproken hoe laat je de volgende dag aanwezig moet zijn. Vandaag is het dan zover. Jullie kindje gaat geboren worden. Op het afgesproken tijdstip kom je naar het ziekenhuis. Op de kamer komt de verpleegkundige je voorbereiden op de operatie. Zo krijg je alvast een infuus. Onder de operatiejas is het mogelijk om een hukmi te dragen. Dit is een buideldoek die speciaal ontworpen is voor tijdens een keizersnede. Hierdoor kan de baby na de geboorte direct bij jou veilig op de borst liggen. Een verpleegkundige van de kraamafdeling blijft voor jullie zorgen, ook tijdens de operatie. Er mag één persoon met je mee naar de operatiekamer. Deze persoon krijgt een speciale overall aan met een rode muts op. Zo is voor iedereen op de operatiekamer duidelijk wie er bij jou hoort. Eenmaal bij het operatiecomplex aangekomen en je partner is omgekleed, moet je nog even wachten op de verkoever. Dit is de voorbereidingsruimte van de operatiekamers. Je partner mag hier bij je blijven terwijl de operatiekamer wordt klaargemaakt. Als het zover is, word je naar de operatiekamer gebracht. Daar staat het operatieteam al klaar. Het operatieteam bestaat uit zo'n 8 tot 15 personen en bestaat minimaal uit een anesthesioloog, anesthesiemedewerker, operatieassistenten, gynaecoloog, verpleegkundige, kinderarts en eventuele stagiaires. De arts die opereert kan een andere arts zijn dan je op de polykliniek hebt gezien. Het is ook niet altijd de gynaecoloog zelf, maar het kan ook een gynaecoloog in opleiding zijn. Door de anesthesist wordt de ruggenprik geplaatst. Deze verdoving werkt bijna direct. Je voelt nog wel alle aanrakingen en je kunt je voeten nog bewegen, maar ervaart geen pijn meer. Voordat de operatie begint, wordt nog extra gecontroleerd of de verdoving goed werkt. Als partner zit je naast het hoofdeinde van je vrouw. Er is een soort tentje van steriele doeken, zodat jullie de operatie zelf niet zien. Tijdens de keizersnede is het niet toegestaan om te filmen. Foto's mogen wel. Geef dit bij de verpleegkundige aan als je dit wilt. De operatie duurt zo'n 45 tot 60 minuten. De baby wordt meestal binnen 10 minuten na het begin van de operatie geboren. De steriele doek over de buik bevat een doorkijkvenster. Als jullie kindje er is, wordt deze vrijgemaakt zodat jullie geboorte zelf kunnen zien. Je ziet dan alleen de baby en niet het operatiegebied. Een heel bijzonder moment. De navelstreng wordt doorgeknipt door de arts en de baby wordt overgedragen aan de verpleegkundige. Als alles goed gaat met de baby, wordt deze direct in de hukmi gelegd, waardoor de baby bloot op jouw borst ligt. Na de operatie worden jullie naar de uitslaapkamer gebracht. Hier blijven jullie meestal een uurtje, zodat de controles bij de moeder goed in de gaten gehouden kunnen worden. Dit eerste uur is heel fijn om te buidelen met de baby, een eerste voeding te geven en elkaar te leren kennen. Het golden hour wordt dit ook wel genoemd. De verpleegkundige van de kraamafdeling is nog steeds bij jullie en assisteert bij de borstvoeding of kunstvoeding. Na een keizersnede blijf je minimaal 48 uur op de kraamafdeling. Deze dagen staan in het teken van het eerste herstel van de operatie. Uiteraard zorgen wij voor goede pijnstilling, waardoor je herstel voorspoedig kan verlopen. Je partner mag 24 uur per dag bij jou verblijven. Kijk voor de actuele bezoektijden op de website.
Wij hopen dat deze film een goede indruk heeft gegeven van het bevallen met een keizersnede in het Hagia Juliana geboortecentrum. In deze film worden niet alle onderwerpen benoemd. Voor alle informatie verwijzen jullie graag naar onze website. Wij wensen jullie alvast een mooie zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe en hopen jullie hier snel te mogen verwelkomen.